Natuurlijk de kinderen van Piet, waarvan de een natuurlijk dat pootje had. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu een weekje verder en het gaat hartstikke goed. Soms staat hij op het pootje. Oh kijk, hier zijn deze kuikens ook goed te zien. Kijk, je kan zien dat die ook krul is. Maar dat kleine zwartje, dat gaat eigenlijk heel aardig. Hij hinkt dus nog wel, maar hij staat. Ga je even van de kant? Hij staat inmiddels wel. Op die, ga je eens op de kant. Hij staat inmiddels wel op dat voetje. Dus het is blijkbaar pittig genoeg om mee te kunnen. Nou, ik denk dat hij steeds beter gaat lopen. Kijk, hij hinkt ping nu al een beetje op dat pootje. Dus ik denk dat die goed gaat komen. Dat is leuk. Hier zitten ze samen met de duif. Deze is wat fel, hè? Nou, hij eet goed, hij drinkt goed, hij hupt achter zijn moeder aan. Hij gebruikt zijn pootje al ietsje meer. En nou ja, of hij blijft limpen. Ze blijft hinkelen de rest van zijn leven, dat weten we dus niet. Maar ja, verder doet hij het goed. Dus nou, prima. Kijk, hij zit hier lekker zo onder zijn moeder. Blijkbaar vonden ze het toch best oké in dit hok. Kan hij dat trapje op en af. Hij zit hier lekker rustig. Hè? Nou, wat rusten. Nou, we zijn weer een paar dagen later en kijk, hij loopt alweer bijna normaal. Hop, hij is even aan de kant. Het is een leuk setje geworden, die vier. Twee kaalnekjes dus. Ik hoop dat dat wel een hennetje blijft. Dit is een soort cochine-achtig gevalletje. Kijk. Nou, het hobbelt nog een beetje, maar het loopt al bijna weer op de... Oh, kijk joh. Het loopt al bijna weer gewoon op de... Het is een beetje hobbelig, maar voor de rest is het helemaal prima. Nou, die rest zich wel. Oh, zijn broodjes zijn wel afgepikt. Maar kijk, het gaat hartstikke goed. Dus dat gaat hartstikke behendig. Dus dat was uiteindelijk met de schrik vrijgekomen. Helemaal leuk.